Hela, goedemiddag, Baptiste. Een hele goede middag. Een hele warme middag, zeker. Ja. En niet klagen, het is mooi weer. Hallo allemaal. Niet klagen, maar dragen. Nee, dat is overdreven. Oh. Ik ben bij de Plus geweest. En daar heb ik ook een Too Good To Go gescoord. Vanavond heb ik eindelijk weer een barbecue met een paar vriendinnen. Daar zie ik heel erg naar uit. Dus ik heb ook spullen voor de barbecue daar gehaald, als in stokbrood, salade. En ik ga een toetje maken voor hun en dat laat ik jullie ook gelijk even zien. Je bent druk. Toetje, ja, een beetje. Zie ik. Ja. Maar dat geeft niet. Wat zit er in de Too Good To Go? Daar gaan we mee beginnen. Ja, meestal krijgen we veel brood van de Plus vol. Ja, dat klopt. Oh, is het weer zo? Ja, het is weer zo. Jee. En als dit niet eens een goed voorbeeld, want dit is gewoon ingepakt. Dit is een broodje pollo pesto. Gooi op, de... met kip? Ja, en pesto. Dat moet in de... kan in de oven, maar kan ook bijvoorbeeld in de tosti-ijzer. Dan krijg je zo'n panini. Ik heb het nog nooit genomen, dus misschien is het leuk om het weer te proberen. Grappig. Hey, bolle. Zes witte bollen. Ja, voor het dan maar weer. Voelt nog heel goed. Witte bollen. Deze hebben we al vaker gehad, die vind jij heel lekker. Rozijnenbroodjes. Oh ja, die zijn... niet te versmaden. Vier. Goed lekker. Voelt ook nog goed. Dan zou je toch zeggen dat dit brood is van ja, want zondag zaterdag. Zijn ze dicht. Zondag zijn ze daar dicht. Zaterdag zijn vier tijgerbollen. Ik heb al vaker geprobeerd. Als je dit invriest, kun je het later wel oppiepen. Dus dan uit de vriezer halen en dan nog even in de oven. En? Nog meer bollen. Twee keizerbroodjes met twee chocoladebroodjes. O, jee. Nou, dat zijn 4, 12 en 6, 18 broodjes. Zo. Jongens. Ik denk dat de vriezer er goed voor is. Maar ook nog andere dingen. Wat is dit? Kant-en-klaar maaltijd. Rode bieten met ui. Oh, dat vind ik wel leuk. Kan je ook nog salade van maken. Oké. Okay. Geraspte rode bieten. Vind ik wel prima. Een zakje gemengde ijsbergsla. Ijsbergsla melange met wat wortel erin en zo. Ook lekker. En ook leuk, een quiche Lorraine met spinazie. Het is veel voorverpakt tegenwoordig. Ja, deze is. Of ben ik verwend vanwege de Lidl met al die losse spullen? Ja, Lidl is vegan. Okay. Dat is dit niet, hè? Ik vind dit wel leuk hoor. Dat kun je ook als het warm is lekker eten met een salade. En als laatste, en daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Kaas. Oude kaas. Best mooi stuk. Heel goed. Waar niks aan mis is. Kost normaal €7,30. Oh, wat staat er voor een datum op? Staat er ook op? Vast wel, maar dat kan ik niet lezen natuurlijk zonder dat. Maar echt, daar is niks mis mee. Zeker oude kaas niet. Slaat echt nergens op. Maar ik ben er blij mee. Hoe ouder, hoe beter. Ja, top. En ik heb voor dit allemaal €4,99 betaald. Ja. Look. Mooi, Ellie. Goed, hè? Heel goed. Dankjewel, Plus. Doeg, Plus. Nee, niet doeg. Ik ga toch een doeg, toetje Plus, maken. Zeg ik. Oh, oké. Ik zeg niet tegen jou doeg, ik zou het niet durven. Hallo. Even erbij blijven, Martie. Ja, ik ben erbij. We gaan iets maken wat lijkt op tiramisu. Ik heb ook al een keer... jaar geleden ongeveer, heb ik nagekeken gisteren, ook een alternatief gemaakt. Deze is weer anders. Het dat hij op een tiramisu lijkt, dat komt omdat het met mascarpone is en met eidooiers. Vorige keer deed ik hem met custard, dan heb je geen rauwe eieren. Maar vanavond komen er alleen maar oma's en geen zwangere vrouwen. Goed. Zijn ze allemaal oma? Die, ik ben meiden? De enige die nog geen oma is. Nee, je bent, in principe ben je oma. Oma. Ja, nou ja, maar ja, het is nog niet geboren. Nee, dat is hier heb ik een pond mascarpone, dat is twee kleine bakjes of één groot. Daarbij gaan drie eidooiers. En dit is het verschil met de gewone tiramisu. Ik vang de witte op, want die ga ik kloppen en daar ga ik merengue van maken. En die komt dan straks bovenop. Nou, je kan wel nagaan dat dat geweldig lekker is. Hè? Wat komt er bovenop? Die merengue. Oh, ik dacht een soort dat je... pavlova. Ja, ik dacht dat je een pavlova ging maken. Nee, want jammer. De onderkant is gewoon à la tiramisu. Oeh, dit is dus van de Plus, maar een super vers ei. Hoe weet je dat? Staat er ook, omdat het wit nog niet dun is. Oh. Staat er ook op, hè? Boerderij-eieren stond erop. Nou, dat klopt wel hoor. Ik heb vanmorgen nog gelegd.
Oké, dit ga je door elkaar doen met een klein beetje limoncello. Een klein beetje vanille extract, geen essence. Of natuurlijk een vanille stokje, merg eruit, dat is helemaal geweldig. Heel klein beetje. Ja, dat is maar, het hoeft maar een hintje te zijn. Hè? En een klein beetje suiker. Doe poedersuiker, dan blijf je de klontjes niet. Die vind je niet meer terug. Die vind je niet meer terug. Je moet het dus spatelen. Deze moet je niet kloppen, dat is heel belangrijk. Hele goeie van jou, Martin. Ja, wist je dat nog? Ik ben erbij. Nee, ik zie het je doen. Want als je het klopt, dan wordt het heel dun. Je slaat het kapot. Dus dat moet je niet doen. Deze eiwitten moet je natuurlijk kloppen. Die moeten echt geslagen. Maar ja, dit moet kloppen. Spatelen. Maar komt er dan, er hoeft dus geen lucht in te komen, zeg maar. Nee, als het goed om elkaar is, is het klaar. Oké. Okay. En wat ik zat te denken, wat ik lekker vind, dat hoef je niet te doen. Maar het leek mij lekker vanwege de limoncello, is een beetje citrusrasp er doorheen. Dus daar heb ik zo'n mooi raspje voor. Oh, ik dacht dat je er een citroentje doorheen deed, maar dit is ook citrus, ja, natuurlijk. En dan doe je een beetje. Niet overdrijven, net dat je denkt van... Zou dat nou zeer doen voor die sinaasappel? Ja, dat zou je wel zeggen, gaat zien. Je moet er niet aan denken, zeg, dat zo'n ding over je huid... Nou, maar dat heb ik wel eens, als die uit mijn hand glipt, en dat ding is heel scherp, hoor. Ja. Dan rasp je echt een stukje van je vinger af. Dat is niet lekker. Kijk, dit is super lekker. Het is zo rijk. Heel lekker. Een soort kaas, ja, door de doel is. Hè? En dan even proeven. Ja, dat zit erin. Zonder proeven weet je niks. Iets meer suiker nog. Iets meer limoncello. Ja, zeg een teut naar huis, die dames, hè. Hè? Die dames gaan teut naar huis. Ja, dat sowieso. Nee hoor, we maken er geen paganaal van. Maar het is wel altijd heel gezellig. Ik heb een Magnum Rosé gekregen van mijn aanstaande schoonzoon Rodrigo. Rodrigo. De Portugees van Madeira. En die staat koud. Mooi. Die gaat denk ik wel op. Hoeveel vrouwen zijn er eigenlijk? Liever niet vanwege meneer Rutte. Oh, drie. Precies drie. Nou, dat is mooi zeg. Nu is die lekker. Zet hem even in de koeling. Want anders wordt hij dun. Dat willen we niet. En dan ga ik even de eiwitten opkloppen. Eerst een beetje opkloppen en dan de suiker pas bij. Klein beetje zout. Dan houdt hij goed zijn vorm. En straks kan er ook nog wat maïzena in, maar dat hoeft eigenlijk deze keer niet, want ik wil hem toch vrij plat maken, omdat ik hem in stukken wil breken voor de bovenop. Even herrie maken, sorry! Oké. Heel goed. Is het nu stijf? Absoluut. Oh ja. En dan, ik heb de oven op goed 100 graden staan. Dat is natuurlijk, zoals altijd gezegd, afhankelijk van je oven. Als je echt een hele goede oven hebt, dan denk ik dat je er iets onder moet doen. Het moet absoluut niet te heet, want dan wordt hij bruin en dan krijg je een heel andere smaak. Het mag wel een beetje kleuren, maar langzaam is het beter met merengue. Ik denk, ze gaat het plastic ding niet overzetten. Papier. Oh, je knalt het er gewoon zo op. Ik knal het er zo op. Een beetje maïzena heb ik er nog in gedaan. Maak je er dan een mooi vormpje van of maakt het allemaal niet flauw zo? Nee, voor deze keer niet. Normaal met een pavlova probeer je dat een beetje in een... met een paar mooie piepjes. Oh, je breekt hem straks in stukjes. Ja, precies. Mm. Dus dat maakt nu niet uit. Ik snap het. Is die lekker?
een beetje plat, dan is die eerder zover. En heel hard vind ik ook niet lekker. Ik vind het prima als die nog een beetje zacht is. Ja, dat is het lekkerst. Tip-top. Heerlijk. Ja, dan gaat het op de ding weer uit de koeling. En dan? En dan. De vorige keer was het ook zo en nu weer. Geen lange vingers. Die dingen zijn gewoon uit de gratie, denk ik. Dus wederom in de winkel niet? Nee. Oh. Wederom heb ik een roombotercake genomen. Dat is ook lekker. Lekker hoor jongens, dat is eigenlijk nog lekkerder. Alleen, je kunt natuurlijk wel nagaan dat dit een super zwaar toetje is. En dan is lange vingers juist weer een beetje minder heavy. Nou, ik ken deze dames. Kunnen we wat aan, hè? Ja, dat is als je... Nee, dat ga ik niet zeggen. Dat zou ik maar niet doen. Dat kun je wel van uitgaan. Dit is het betere metselwerk. Allemaal keurig bedekken. Deze schaal trouwens, heb ik van de moeder gekregen. Ze hebben hun huis te koop staan. Ze gaan eindelijk 80 en 81 jaar oud naar een appartement, hopen we. Vanmiddag krijgen ze weer kijkers. En zij zijn dus, zij is al aan het opruimen. Mijn vader niet hoor, die is er nog niet zo klaar voor. Maar de moeder is aan het opruimen, dus gaf ze me deze schaal. Ze zegt, wil jij die soms? Die is echt al heel oud, zelfs toen ik een klein meisje was. Herinner ik me dat ze hier overschotels in maakten. Dus dat vind ik heel leuk. Nou, dat heb je prachtig gedaan. Ja, hè? Ja, had mensen aan moeten worden. Ja. Hopla. Kijk daar. Mensen. Oh ja, dit is puur limoncello. Dit is limoncello. Zonde. Ik doe het even in een klein kannetje, want de fles van Lady Di. Ja. Dan gaat het zo hard. En je moet het wel een beetje, kijk, het is lekker, maar je moet niet overdrijven. Het is heel lekker. Oh, gisteravond een glaasje op. Ja, hè? Ja, dat kikt er wel in, hoor. Kikt er wel in, ja. Zo, kijk, genoeg. Dan gaat de mascarpone erop. Met de eidooiers. Smeert u maar. En nu zouden de Italianen er gewoon een topping op doen. Dus of nootjes, of in de originele vorm cacao of fruit. Maar ik doe daartussen dus nog gewone slagroom. Maar dat doe ik niet nu, want anders ploft hij helemaal in elkaar. Dat doe ik straks als de merengue klaar is. Want die moet toch wel... Ik heb ongeveer 100 gram poedersuiker gebruikt trouwens, dat had ik nog niet gezegd. Maar dat mag je ook meer doen. Dat is ook een beetje naar smaak. Maar die merengue heeft wel... Ik denk wel een uurtje nodig. Voordat hij zover is? Ja. Dus tot die tijd staat hij nu zo half klaar in de koeling. En dan gaat de slagroom erover en het fruit en de merengue om de top. Ik denk dat een bredere spatel heel handig zou zijn voor jou nog. Heb je die niet? Ja, die heb ik net gebruikt met de witte. Oh, kijk zo. Zag je toch? Ja. Maar ik vind het fijner. Het is therapeutisch voor mij. Sorry. Zit je met je vingers eraan, dan smeer je het er weer in? Altijd. Oh, daar krijg ik klachten over. Ja. Lekker bek. En het fruit heb ik al gesneden, dus ik ga allemaal verschillende soorten fruit doen vandaag. Dat vind ik vrolijk staan. Goed, dus, gaan we straks verder. Tot zo. Nu gaat de slagroom erop. Zie je het voor je? Nee. Maar jij vast wel.
Er blijft wel wat voor je over, hoor, schat. En dan breken we eerst taaien. Lekker. Lekkere vruchtjes erop. De vruchtjes erop, inderdaad. Als finishing touch. Ik heb een kiwi. Ja. Is kiwi. Dat is een golden kiwi. Noemen ze dat? Aardbeintjes. Een druifje, denk ik. Druifjes, een beetje andere kleuren. Frambozen. Frambozen zijn niet heel lekker, jongens. Ik vind het een beetje zonde om te zeggen, want ze zijn ook nog eens hartstikke duur. Maar ze zijn gewoon niet heel zoet. Maar de rest is heel zoet, dus het gaat goed komen. En wat druifjes. En twee kleuren. Hopla. Nou. In te bijten. Prachtig. Mijn zomer tiramisu met limoncello, merengue en vers fruit. Heel goed. Maak het gerust, de kinderen. Je hebt een fantastisch toetje. Dan maak je een entree met een barbecue. Dat wil je niet weten. Leuk dat je gekeken hebt. En heel graag tot de volgende keer. Doeg.